Hallo allemaal, we zijn vandaag in Ermelo. We zijn te gast bij de KNAS voor het jaarlijkse trainersseminar. Dat wordt normaal gesproken in de wintermaanden gehouden, maar wegens de grote verbouwing die hier gehouden is, is het nu in juni. En onze gastvrouw vandaag is Ankie van Grunsven. Het belooft een zeer leerzame dag te worden. Er zijn vandaag rond de 500 deelnemers, dus een heel mooi aantal. Zeker gezien dat we het in de zomer voor het eerst organiseren. En normaal gesproken is het trainerseminar altijd in januari. Nu vanwege de verbouwing in juni. Dus super tevreden dat er zoveel mensen zijn gekomen, terwijl er toch heel veel selectiewedstrijden op dit moment aan de gang zijn. Maar jullie houden het volgend jaar wel weer in de winter? Ja, in de winter komt weer de hele serie terug. Hè, voor alle disciplines een trainerseminar in januari. Hallo Ankie, fijn dat je even tijd voor ons hebt. Kun jij vertellen, wat maakt iemand tot een goede trainer? Iemand tot een goede trainer maken? Nou, ik denk communicatie heel erg belangrijk. Dat jij probeert met jouw leerling af te stemmen. Waar het makkelijk gaat, waar het moeilijk is. Dat je daar ook per training over praat. Want het kan de ene week iets heel anders zijn dan de week erna. Vraag eerst waar iemand in een week tegen aangelopen is. Wat ze makkelijke dingen waren, wat ze moeilijke dingen maken. Dus communiceren daarin is heel belangrijk, denk ik. Dan vind ik het zelf ook belangrijk om te weten hoe iemand in elkaar zit. Omdat je daar dan ook op kunt inhaken. Een gevoelig iemand moet je toch iets anders benaderen als een brutaal iemand. Dus ik denk, om goed te kunnen communiceren, moet je ook een beetje begrijpen hoe jouw leerling in elkaar zit. Dus dat is een ander ding. Ja, en dan kijken naar het paard. Wat voor niveau, wat voor leeftijd, wat is moeilijk, wat is makkelijk. Dus het is toch vooral, denk ik, heel veel observeren en daarop inspringen. Ja, we willen proberen als KNAS om de kennisdeling tot stand te brengen. Hè, door zoveel mogelijk bijeenkomsten te organiseren, dat mensen kunnen leren en met elkaar kunnen discussiëren over wat goed paardrijden is. Uiteindelijk moet het niet alleen een leereffect hebben, maar het moet ook veel inspiratie bieden. Je moet blij worden van het feit dat je een vrouw als Ankie van Grunsven kunt zien en aan het werk kunt zien. Iedereen mag echt zijn eigen stijl zoeken. Ik denk dat het beter is, want anders waren wij... We hebben intussen zoveel leerlingen opgeleid, chef en ik, op ons systeem die in de wereldtop meedraaien. Ja, dan hadden ze misschien nog wel veel meer concurrenten of zo. Nee, ik denk echt, iedereen moet zijn eigen stijl zoeken en vinden. En ook wat bij jou past. Maar dat is het goede in ons systeem. Wij zijn niet afhankelijk van één stijl. Wij passen ons altijd aan. En ik denk dat dat ook wel vaker in de gaten gehouden zou kunnen worden. Ja. Wat vond je vandaag een opvallende vraag of opmerking en waarom? Ja, er was niet één opvallende vraag, maar er waren wel een paar vragen bij dat ik dacht, oh, dat is goed dat je dat vraagt, want voor mij is dat zo logisch, daar sta ik al niet bij stil. En dat is ook wat ik bedoel met uit te leggen van, je moet jezelf al heel bewust zijn van wat je doet. Sommige dingen ben ik mij ook niet bewust van. En dat ging één keer over een hoek rijden. Ik dacht, ja, rijd de hoek in, simpel. Maar mensen wilden dan toch graag weten, wat doe je als je een hoek in rijdt? En gewichtshulpen en ja, over ondersteunen en dat soort dingen. Ik vond het prettig dat mensen zo open waren vandaag, dat ze ook echt de vragen durfden te stellen. Want dat was ook echt waar ik op gehoopt had.